Heel hartelijk welkom weer bij een nieuw Glamorama-journaal, waar ook dit keer geldt, zien is geloven. Ja, we hebben al eerder aangegeven dat Luc Ikink, sidekick bij RTL Late Night, vaak voor het sadistische karretje wordt gespannen van Humberto Tan, die alles aangrijpt om een clowntje van Luc te maken. Maar we beginnen nu echt te denken dat Luc het zelf ook fijn vindt om voor lul gezet te worden. Dat bleek gisteren bij een nieuwe aflevering van RTL Late Night, waar hij een tv-kok interviewde. En die kok die kreeg een vrijbrief om Luc op allerlei manieren te vernederen. First things first, you have buttercream. Buttercream. That's whipped cream. Like, what are you doing, stupid? In fast food, right? Yeah. Apparently you didn't get the fast part in fast food. No. Come on, roll it out. Okay, let's go. Okay. Come on, speech, let's go. Grab the purple. Okay, come on. You gotta cut the moon. Yeah. You know what the hell a moon looks like? It's more like a banana, but... What? This is my fault, I know. Cakes are easy. Did you say cakes were easy? No, well, easy. Did I say easy? No. Yeah, you said... So basically what you're saying is you don't have respect for my job. Think quick. Ja, het is duidelijk. Luc Ikink is de nieuwe Atje. Eindelijk is dat gapende tv-gat hierbij opgevuld. Zwerver Rienk uit Utopia, kent u die nog? Nadat hij vertrokken was uit dit unieke tv-programma, is Rienk een videodagboek bij gaan houden. Kijk maar even mee. Een hele goede morgen. Zeg nou zelf, wie wordt er nou zo wakker? Dag Nederland. Nee, Rienk, klopt. Wij werden wakker in ons bed. Croissantje erbij, krantje. Niks mis mee hoor. Helemaal niks mis mee. Ai, 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 Manuel Venderbos. Oneervol ontslagen bij de EO. En nu kun je ook al je 4G niet meer betalen. Even die internetbundel verlengen met je uitkering. Lijkt ons het beste. Ja, en vandaag is het dan zover. De ultieme uitsmijter van het Glamorama-journaal. Iemand heeft het fantastische idee opgevat om alle obscure zangers uit Nederland bij elkaar te voegen voor een liedje voor zielige mensen. Het nummer heet Waarom? En dat vragen we ons natuurlijk ook een beetje af. Bedankt voor het kijken allemaal weer en tot morgen. Na meer dan 2000 jaar zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die deze vraag echt heeft kunnen beantwoorden.